Groenewoud. Knap dat ze dit doet. Knap dat ze dit wil. Ja, uit die bocht. En daar komt Schouten. Schouten op jacht naar de zevende titel op rij. Ja, het was nog even spannend onderweg. Schouten, Schouten en Schouten wint. Groenewoud tweede. Wat hebben ze dat dan toch knap gedaan. Maar wat was het? Een pittige strijd. Opgelucht ademhalen voor de coach Jillet Adema. Posma wordt uiteindelijk derde. Nog voor Ineke derde. Als ik het goed heb gezien. Schouten wint. Daarover geen twijfel. Met dank. Ja, grote dank aan Marijke Groenewoud. Die haar eigen kansen opofferde. En ik had de indruk dat Groenewoud nog wat over had zelfs. Ondanks al dat kopwerk. Maar wat moest het van ver komen. Want daar staat ze. De kampioenen van 2022. Waarom? Griep. En ik was gewoon echt niet goed. Maar we hebben een beetje een regel. Als je de dag van tevoren niet schaats, rij je niet. En ik ging gisteren schaatsen. En het ging redelijk. Dus ik dacht, misschien als ik 70% ben, kan ik. Weet je, ik hoef niet met twee rondjes voorsprong te winnen. Maar misschien als ik wat minder ben. Maar zonder Marijke en Maaike had ik dit echt niet gered. Nee, want die hebben ongelooflijk veel werk voor je opgeknapt. Ja. Terwijl je zelf ook echt veel, ik heb jou veel zien werken. Ja, terwijl Jillet zei van kop af. Je bent ziek geweest. En, dan reed er iemand weg. En ik dacht, het moet wel dicht. Dus dan ging ik dichtrijden. Ja, en dan weet de peloton natuurlijk, nu moeten we gaan. En ik probeerde als een slim te zijn om gewoon net te doen of ik super fit was. Zodat de concurrentie niet denkt van, Irene is zwak. Maar even dacht ik dat je was uitgeschakeld. Omdat twee ploeggenoten voorin zetten. Ik dacht even dat je weg was. Dacht ik ook. Ik heb het even gedacht. Toen dacht ik, het kan altijd nog. Was dat dan ultiem? Die laatste jump naar de kopgroep toe? Was dat dan de dood van Guardiola? Als ik dan ga herstellen, dan kan ik altijd in de sprint nog. Sprinters kunnen altijd nog sprinten. En ik dacht, als ik dan herstel, dan kan ik gewoon nog weer Nederlands kampioen worden. En ook dankzij Marijke. Maar kan je nog herstellen, terwijl je dan toch ook ziek bent geweest? Want waar haal je dat vandaan? Het herstellen gaat wel minder goed. Als je de wedstrijd kijkt van vorig jaar, terwijl ik nu eigenlijk beter ben. En er zijn een heel aantal goede meiden zijn gestopt. Had ik echt overmacht. En dat had ik nu niet. Dus ik dacht, ook als ik minder fit ben, heb ik nog kans. Iedereen vertrouwt toch op jouw sprint, want Marijke Groenewoud heeft zo lopen sleuren ook. Ja, die hield alles bij elkaar en dat was perfect voor mij. En ook nog Maaike in de kopgroep en op het begin nog Ariana Pruisje. Dus als team, op het begin zaten we gewoon niet alles mee. Dus daar baalde ik een beetje van, dacht ik, kom op meiden. Maar later was het toe. Je zevende op een volgende Nederlands kampioenschap marathon schaatsen. Ja. Dat is ongelooflijk. De zwaarste? Ja, sowieso de zwaarste. Maar dat is logisch. En ik wil 6 was mijn doel. En toen dacht ik later, ik wil Struut ook nog wel. Arjen Struten gaan wil ik ook nog wel pakken. Oh, dus je moet er nu, je moet er volgend jaar weer heen. Ja, ik weet niet hoeveel zilver Struut heeft. Ja, dat weet ik ook even niet in mijn hoofd. Maar ik heb de 7 en eigenlijk dankzij het team. Je mag weer naar het podium weer zo'n mooi pak aantrekken. Ja. Mag ik weer een jaartje erin rijden? Gefeliciteerd. Dankjewel.